Dit probleem van de ziekenhuizen moet vandaag nog worden opgelost. Aldus president Chandrika Prasad Santokhi in een reactie aan de STVS-redactie. Diverse ziekenhuizen hebben vandaag de noodklok geluid en aangekondigd vanaf maandag een opnamestop te moeten invoeren. De president erkent dat de problemen in de zorgsector bekend zijn, maar benadrukt dat er dringend naar een oplossing moet worden gezocht. Ik heb een clusterteam van ministers onmiddellijk opdracht geven. Ik weet dat er issues zijn met betrekking tot betalingen van salaris. Ik weet dat er issues zijn met opvangcapaciteit. Ik ben zelf geweest naar het ziekenhuis. Maar ik heb het clusterteam van ministers gevraagd vandaag nog bijeen te komen met alle stakeholders dat dit probleem vandaag nog opgelost wordt. Vanwege het uitblijven van uitbetalingen vanuit het staatsziekenfonds, SZF, en een gebrek aan verbruiks- en gebruiksartikelen hebben het Slaans Hospitaal, het Sint Vincentius Ziekenhuis en het Diakonessenhuis aangekondigd vanaf maandag een opnamestop in te voeren. Het SZF heeft tot nu toe alleen uitbetalingen gedaan aan het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, AZP. Hoewel het AZP geen opnamestop heeft aangekondigd, zal de actie van de andere ziekenhuizen wel degelijk merkbaar zijn, aldus het hoofd van de spoedeisende hulp. Ik heb volgens mij niet gelezen dat het gaat om het Academisch Ziekenhuis, maar sowieso zal het zijn weerslag hebben op de spoedeisende hulp, omdat mensen die heel erg ziek zijn en geen opnameplek hebben, dat ze zich zullen gaan opstapelen op de SIH. Ik hoop dat de huisartsen hierin hun medewerking gaan verlenen om te kijken van als ze dus rechtstreeks patiënten met specialisten kunnen bespreken.